We zijn hier in Singelaren, het museum waar kunst, cultuur en natuur allemaal samenkomen. En een goed voorbeeld daarvan is deze piepjonge beeldentuin. Ontworpen door vermaarde tuinarchitect Piet Oudolf. En met hem ga ik praten over zijn carrière, zijn werk en natuurlijk over deze prachtige beeldentuin. Dit verhaal is een lekkere thee ook nog. Heb je nou van tevoren ook bepaald, dit wil ik met deze tuin zeggen? Kijk, het museum heeft wisselende tentoonstellingen. En mijn tuin is eigenlijk ook een soort wisselende tentoonstelling. Want je gaat van seizoen naar seizoen. Ja. En ik denk dat is wel een goede vergelijking. En wanneer gaan we de tuin nou echt in volle glorie zien? Want dit is, ja, hij is piepjong, hè? Dus eigenlijk net ontkiemd allemaal, zo voelt het een beetje. Ja, het is net aangeplant, ik denk 14 dagen geleden en misschien een paar weken eerder ook al wat. Maar het is eigenlijk net af. Het blijft in het algemeen een tuin waar je overheen kunt kijken. Dus dat je niet het gevoel hebt, oh, ik verlies mezelf. En ten tweede moet ook de kunst een beetje centraal staan. Zijn het heftige richtlijnen? Van joh, de beelden zijn het belangrijkst en daar moet een tuin omheen? Ik denk als je een beeldentuin maakt, dat die beelden centraal staan. Ja. En zo'n tuin is natuurlijk vanuit de geschiedenis is dat belangrijk, omdat het in het begin ook een tuin had. Dan praat je even over vroeger, Singelaren, 1911. Ja. Toen is er hier een prachtige tuin geweest, aangelegd. Heb je daar rekening mee gehouden met zeg maar je huidige ontwerp? Nee, ik denk dat we tuinen maken in de context van de tijd waarin we leven. Niet in laten we zeggen, we gaan geen tuinen creëren die er ooit reconstrueren. Nee. Zullen wij eens gaan kijken, even, want er is een mooie gang voor u ingericht met, waarbij we een beetje kunnen zien hoe het over een aantal maanden, hoe zo'n tuin is. Nou, het ziet er goed uit. Ja, maar kant en kop ook, hè, Piet? Ongelooflijk. Het ziet er ook goed uit. Het is dat ik mezelf in de spiegel anders zie, maar... Kijk, en hier zien we eigenlijk een soort van jonge Robert Redford. Ja, men ziet, ik kijk al heel serieus. Zeker. Ja. En is het ook op die leeftijd of ver daarvoor dat je door had dat je groene vingers had? Ik denk dat 40 was hier. Ja? Ja. En ik was 25 toen ik erachter kwam dat ik groene vingers had. Mijn ouders hadden een restaurant-café in Bloemendaal. En daar stond ik achter de bar. Tot mijn 20ste en toen trouwde ik met Anja, kreeg kinderen en toen ging ik pas denken, is dit wat ik echt wil? Je bedoelt de bar dan? Of de bar, ja. Nou, die Anja wilde ik nog wel. Ja. Ja, toen ben ik gaan zoeken, ik ben overal gaan werken. Allerlei baantjes, dingetjes. En zo kwam ik in een tuincentrum terecht en daar is eigenlijk leek een beetje hangen, omdat ze vonden dat ik mijn best deed. Wat leuk. Toen ben ik geïnteresseerd geraakt in planten en toen is het eigenlijk een soort obsessieve verlangen naar planten ontstaan. Maar wat opviel waren de planten die ik gebruikte, dus dat was eigenlijk toch wel waar mensen op vielen. Wat was daar anders aan? Dat is die ontwikkeling. Dit waren onze proeftuinen, waar we alle planten die we konden vinden in Europa, die we niet kenden, probeerden we daaruit en daaruit is ons eigen assortiment ontstaan en daardoor werden we bekend. Hoe breed is dat palet van planten die je gebruikt? Want ik zie hier bijvoorbeeld een enorme... Ja, een paar honderd zou het kunnen zijn, maar in deze tuin hebben we ongeveer 100 gebruikt, 100 verschillende soorten. 100 in de tuin van Singelaren. Ja. Goh. En dat heb je ook wel nodig, een beetje de dynamiek erin te houden van bloei. Juli, augustus is eigenlijk wanneer alles een beetje gaat bloeien. Dus eigenlijk zou je volgend jaar hier in augustus nog een keer terug moeten komen om het ervoor na te zien. Eigenlijk zou je wel 3 keer per jaar moeten komen. Ja. De tuin is vrij, weet je. Dat. Daar hoef je geen entree voor te betalen. Hè? Nee, dat is een openbare ruimte. Dus dat is vind ik op zich wel heel mooi dat ze dat hier bij Singer gescheiden hebben. Dat ze zeggen, je komt naar het museum, maar de tuin is gewoon vrij. Ja. Mijn tuinontwerpen zijn eigenlijk al net als dit hier. Een soort eenvoudige lijnen, hoeven geen bouwkundige hoogstandjes in. En je kunt het al zien op papier, dat werkt. Ja.
Want wat we hier zien is ook een beetje, Piet, wat we daar in het singelaar in de tuin aantreffen. Ja, we hebben hier een blokbeplanting met groepen. Ja. Zie je, die groepen die zet ik eerst in een bepaalde grootte uit. Dat het een beetje allemaal dezelfde maat heeft. Maar dit ziet er al een stuk ingewikkelder uit. Want hier staan plantennamen in. Dat zijn die plantennamen. Dat is zo'n tweede schets van waar ik die namen erin zet. Ja. Dat is dan het eindresultaat. Ja. Dit is bijna een impressionistisch schilderij. Hè, ja, dat wordt het op een gegeven moment, als je het goed doet, dan is dat ook die momenten met het goede licht. En zeker door die grassen, je ziet wat het doet. Hè, daardoor wordt het eigenlijk bijna een soort wildernis. Ik vind het wel fantastisch dat het hier in het Singelaar hangt, hoor. Met een museum wat eigenlijk wel qua schilderkunst erg dicht bij me ligt, vind ik, met alle werken die ze hier hebben. Maar is dat ook waar je inspiratie vandaan haalt? Ja, impressionistische schilderijen, dat is Monet-achtig zelfs dit. Ik zou zeggen, ik hou het eigenlijk van de wildheid van de natuur. Dat is eigenlijk mijn soort startpunt. En dan natuurlijk dat het daarna impressionistisch wordt. Dat is dan, de natuur is een en al impressionisme. Ja, dat is impressionisme. Hey, ik zie hier nou ook van die lieve heersbeestjes op. Ja. Nou, dat is een mooi begin, of niet? Ja, maar is dat ook iets waar jij mee speelt? Dat je zegt, nou, dit trekt insecten aan? Nou, de planten die ik gebruik, die trekken sowieso insecten aan. Ja. Of vogels. Hè. Als het zaad is, dan zijn het vogels. En insecten, omdat ze andere insecten zien. Hè. Zo'n rivierbeestje, misschien dat die wat aan de luis zit nu. Hè. Ja. Dat is nou een puur voorbeeld van de circle of life. Ja. De een vreet het andere, zodat het andere weer kan vreten. Dat is toch wel een van de bijdragen die je kan brengen met je eigen werk. Ja. Okay. Kijk Piet, hier is het wilderig. Dat is weer heel anders, hè? Dat is mooi, hè, dit? Oh, ja. Hoeveel eerder is dit aangeplant? Nou ja, dat groeit echt in één seizoen helemaal volwassen uit. Moet je nagaan. Dus dat kun je nagaan. Ja. Nou, zoveel doet dat al. Mooi, hè? En nu zie je ook heel goed hoe het werkt met het beeld. Hè? Het beeld staat op een sokkeltje, blijft gewoon vrij. Het is eigenlijk of het een beetje danst in die grassen. Mooi. Hey, en de Singerprijs, dat is niet je eerste prijs. Voor mij heb je al een prijskast. Dank je. Ik heb de grote eer, Piet, om jou vandaag de Singerprijs 2018 aan jou uit te reiken. De jury beschouwt Piet Oudolf als een van de grootste talenten binnen zijn vakgebied, de tuinkunst. Het is een oeuvreprijs, het is echt een kunstenaarsprijs, aangeboden door de Vrienden van Singer. Maar heeft het je ook meer doen beseffen dat je een kunstenaar bent? Nou, dat ontken ik altijd. Ja, ja. Maar er is bijna geen ontkennen meer aan nu, hè? Je kunt het meer vergelijken met choreografie. Dat in de tijd moet het zich ontwikkelen en in de tussentijd moet het bewegen. Maar choreografie, dat noem je een hele goeie, toch echt weer een kunstvorm. Ik heb er vroeger eigenlijk nooit weer stilgestaan. En dan is het wel heel raar als je je plotseling kunstenaar gaat noemen, of niet? Maar het is wel een heel mooi ontwerp eigenlijk. Wij mogen er even tussendoor stappen, denk ik. Oh, is dat? Nou, gaan we doen. Ik volg je. Iedereen mag op zijn eigen kunstwerk trappen. Mooi, hè? Ja, ik vind het mooi.